Menschen wählen nur wir Video von FIFA 17 YouTube-Karriere-Mod Club Brugge. Nu is onze tegenstander veel te waardig en die gaan hem op gemak verslaan. Succes! Oké, Club Brugge tegen Zultewaregem. Nu gebruiken we het andere team. Dan kunnen we meer wat winnen. Het was goed gespeeld van Club Brugge tegen Atletico Madrid. Maar we zaten wel in het begin wel heel moeilijk. Dus ja. Maar ik heb het nog steeds kunnen redden. De thuisploeg, ja, dat zijn wij. Zaha, Zaha. Er is politie buiten, mensen. Dus. Ik denk dat jullie dat horen, maar ik hoop van niet. Maar ja, ik meld het maar even. Dus. Izquierdo! Izquierdo! Izquierdo met de kans, mensen. Maar het moest wel binnen zijn, vind ik. Oké, het is een inworp. Hier, Zaha. 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 Zaha met de kans. Zaha. Zaha is niet bereikbaar, mensen. Dus ja. Leie wel. Leie wel. Oh, Bizot hier, onze nieuwe keeper, onze nieuwe aanwinst. Oké, hier is de bal. El Ganassi, El Ganassi. Hier, Verdier, Verdier. En hier, tik de paal, maar wel Zaha. Zaha, met de kant en met de goal. Er staat 1-0, Zultewaregem. Het staat tenminste 1-0. Ik ben echt blij mensen dat ik Zaha heb kunnen kopen. Want hij is toch wel heel duur geweest. Dus. Ik hoop dat Club Brugge mijnzelfde advies zal opvolgen. Zaha kopen. Hoop ik. Hier is Izquierdo. Izquierdo. En hier. En hier is Zaha weer. Zaha is de superman. Ja, hoe zal dat komen? Hij is zelfs 80. Oké, we staan al 2-0 voor. Al 2-0. Het zal heel rap gaan. Maar ja, die Zultewaregems, die zullen ook een paar kansen creëren. Timmy Simons. Verdier. Verdier op kans. Izquierdo met een hele grote kans. Maar Izquierdo kon het niet. Koopman. Oké, hier is Van Rijn. Van Rijn.
Oké, het is bijna vis, mensen, maar we staan wel met een goede voorstand. Oh no, gratis de bal afgeroepen. Dat kan niet, hè, mensen. Oké, hier is de kans. Hier is Vergé. Vergé kan het niet. Vergé kan het niet zoals Saha. Ja, andere mannen, hè. Oké, mensen, ik heb een bal weggegooid van de tegenstander. Oké, mensen, het staat rust. Dus dat is goed dan. Hier komt de tweede helft. We gaan er heel veel spannend van maken. Ik hoop dat we nog eens goed kunnen winnen. Net zoals 4-1 bij Atletico Madrid. Maar toen hadden we echt het klasse A-team. Dit is het klasse B-team. Omdat ik al de nieuwe spelers heb, dus daarom doe ik dat zo. Dan hebben die nieuwe mannen dus de kans om bij elkaar te leren werken. Saha. Saha met een kans. Vergé. Oh, Saha bijna bereikbaar voor een hattrick. Ik heb nooit meer met Club Brugge gespeeld. Eén keer toen ik dat spel had in het begin, speelde ik toen met Club Brugge eens om te testen. En toen was ik echt goed gewonnen. Maar nu speel ik op een moeilijkere niveau, dus daarom. Oké, Zaha had net tegen de lat gestampt. Een ultieme kans. Maar het is net niet goed genoeg om te winnen. Oké, hier hebben we de bal terug. Hier, Vergé. Vergé, terug, nieuwe kans. Simons. Oh, rechte tackle op de keeper. We staan weer. Als we blijven winnen, mensen, dan staan we binnenkort. Dan staan we weer op. Dan staan we op nummer 1 en dan winnen we de beker en de competitie. Saha. 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 Oké, mensen, trek de bal. Izquierdo heeft ervoor gezorgd dat we terug de bal hadden. Simons! Simons in duel, mensen! Simons in duel. Dus ja. U ziet het, de mensen. En hij kan gewoon direct stampen. Oké, 3-0.
É o ganancê. Esquerda. Ambaia Leia. Oh, dat was net Wambi's zodat de bal losgelaten. En daarom moest ik een fantastische redding maken. Is heel moeilijk. Hoppa, ik wou er doorlopen. Oké, mensen, we hebben weer al gewonnen. Dat is goed nieuws. Dankzij de goede prestaties van Wilfried Zaha. Oké, we gaan Zaha erop trainen. Dus u ziet het in mensen, Zaha is een goede speler. Oké, onze volgende tegenstander is Waslam Beveren. Maar dat zal niet meer vandaag lukken. En we hebben een voetbalbond gekregen van Noorwegen. Oké, volgens mijn dingen staan we nu tweede. En we staan met één puntje achter op Club Brugge. Dus ja. Mijn vervanglijst. Hier ziet u mijn vervanglijst. Dus die Elisio, die gaan we proberen te kopen. Ledley ook, dus. Oké, ik wil allemaal zo spelers hebben tussen de 19 en de 20 jaar. Dus je kunt dat ook gewoon zomaar opzoeken. Je ziet het in mensen, het zijn veel spelers. Ja, het zijn goede spelers. Zoveel nieuwe spelers bij alle mensen. En als we dat nu zo doen. Dus daar ga ik er nog wat meer goede kopen spelers bij zoeken. En Yannick Ferreira natuurlijk. Allee mensen. Tot ziens.